Goedemiddag allemaal en welkom bij dit webinar georganiseerd door Nelissen Steenfabrieken. Ik ben Roberta Melis en ik ben marketing- en communicatiemanager bij Nelissen. We zijn verheugd dat jullie allemaal naar dit webinar kijken. Voor de kijkers onder jullie die niet goed of niet weten wie Nelissen is, wil ik graag een kort overzicht geven van wie we zijn en waar we voor staan. Nelissen werd opgericht in 1921 door grootvader Alfons Nelissen op het Kesselse plateau. En dat was een Limburgs gebied dat enorm geschikt was voor kleiontginning en dus ook voor het oprichten van een steenfabriek. Ik zeg net 1921, dat betekent dat wij dit jaar onze 100ste verjaardag vieren. In die 100 jaar is er echt wel heel veel veranderd. Zo zijn we gegroeid van een lokale speler naar een grote speler op de internationale markt. Ondanks die groei zijn we nog steeds een rasecht familiebedrijf. Op dit moment staat de vierde generatie aan het hoofd van de organisatie met drie neven, Carlos Jorissen, Bert Nelissen en Juri Gevers. En dezelfde waarden die 100 jaar geleden terug te vinden waren bij Nelissen, zijn nog steeds van toepassing in ons bedrijf. Naast die familiale waarden, die enorm belangrijk zijn voor ons, hebben we ook drie kernwaarden: innovatie, co-creatie en duurzaamheid. En die drie kernwaarden spelen een zeer grote rol in ons productieproces en in de rest van de werking van ons bedrijf. Wij produceren meer dan 185 miljoen stenen per jaar. En die stenen worden geëxporteerd naar meer dan 50 landen. Zelfs naar Rusland, Japan en het Midden-Oosten. Bij Nelissen heerst een zeer transparante en open cultuur. En dat kan je gerust letterlijk nemen. Wij stellen de deuren van ons gebouw regelmatig open voor allerlei evenementen die we organiseren voor onze klanten. Daaronder valt bijvoorbeeld ook de Voca Family Happening, acties die we organiseren voor Kom op tegen kanker en een aantal evenementen die we organiseren voor onze klanten, zowel architecten als de bouwhandel, als particulieren. Nu, jammer genoeg, omwille van de coronamaatregelen was het niet mogelijk om jullie hier uit te nodigen. Daarom organiseren we dit webinar en vertellen we jullie online iets over onze nieuwe collectie. Om jullie een idee te geven over het verloop van deze webinar en over wat jullie ervan kunnen verwachten, zal ik even een overzicht geven. Hilde Frank zal de spits afbijten. Hilde is kleurenexpert en zal jullie wat meer vertellen over de kleurentrends van 2021. Een tweede gedeelte zal Elisabeth Iglesias, architecte, dieper ingaan op de welzijnscampus Porta Vida in Genk. Maar vooraleer we van start gaan, zou ik graag willen vertellen waarom we dit webinar eigenlijk organiseren. Ik heb jullie net verteld dat de drie kernwaarden in ons bedrijf, innovatie, co-creatie en duurzaamheid, enorm van belang zijn in ons productieproces en in onze producten. We proberen dit ook steeds duurzamer te maken en onze research and development afdeling gaat steeds op zoek naar nieuwe en innovatieve producten. Die innovatie en co-creatie kan je ook terugvinden in onze gevelstenencollectie. En elk jaar wordt die gevelstenencollectie ook uitgebreid met nieuwe kleuren. We hebben daar zelfs onze eigen steencommissie voor. Je zou kunnen zeggen, de gustibus non est disputandum, oftewel over kleuren en smaken valt niet te twisten, maar dat is exact wat onze steencommissie wel doet. Onze steencommissie bestaat uit een aantal experten die een aantal keren per jaar samenkomen en die gaan spreken over de nieuwe trends en de nieuwe ontwikkelingen op de markt. Dit jaar zijn er op die manier ook 11 nieuwe kleuren toegevoegd aan ons gamma. En het zijn 11 kleuren die perfect aansluiten bij de nieuwste trends en die ook meedansen op het ritme van de tijdsgeest. Het belang daarvan is echt niet te onderschatten, want de keuze van een gevelsteen bepaalt het karakter en de persoonlijkheid van een gebouw. Ik heb jullie net verteld dat er 11 stenen zijn toegevoegd aan onze nieuwe collectie. Die 11 stenen hebben elk hun eigen verhaal. Sommige stralen kracht uit, andere lichten de gevel op. Er zijn ook stenen die een ziel hebben. Nee, dat hebben ze allemaal. Voorbeelden zijn er ook van stenen die gemaakt zijn in co-creatie met een architect en die later ook worden toegevoegd aan ons gamma. Wat ook opvalt in onze nieuwe collectie is dat elke steen zijn eigen eigenheid heeft, maar dat de kleur toch enorm van belang is. Daarom spreken we ook over kleuren met karakter voor gebouwen met persoonlijkheid. En iemand die jullie daar veel meer over kan vertellen is Hilde Frank. Daarom geef ik het woord graag aan haar.
Dank u, Roberta, voor de inleiding. We gaan nu over naar de trendpresentatie. Ik ga mezelf heel even voorstellen. Mijn naam is Hilde Frank van het trendbureau Frank Colors. En wij publiceren 2 jaar op voorhand trendrapporten, waarin we eigenlijk de sociologie, de materialen, texturen en vooral de kleurpaletten opnemen. Deze rapporten worden geconsulteerd door bedrijven voor het ontwikkelen van collecties, maar ook door architecten, door interieurarchitecten, om zo perfect op de hoogte te zijn van wat er gaat komen. Om jullie een kleine indruk te geven van het Color Trend Report, toon ik jullie eerst een heel kort filmpje. De 3 trends waardoor we samen gaan wandelen en gedurende deze presentatie. Een eerste trend is die alcove. We kijken vooral naar zeer donkere tinten. Een tweede trend is de lunatic, volledig gebaseerd, zoals het woord het zegt, op de maan. En dan kijken we naar de resident, waar we vooral het lokale gaan appreciëren. Per thema toon ik jullie eerst een aantal beelden op muziek om zo in de mood van het thema te komen. Dan gaan we over naar de sociologie, de materialen, kleuren en texturen, om vervolgens te kijken naar het kleurenpalet. En per thema leg ik ook een korte link naar de nieuwe collectie gevelstenen van Nelissen. Eerst en vooral die alcove. Al voordat COVID-19 toesloeg, was angst een zeer dominante emotie, vooral bij generatie Z. En angst kan tot verschillende reacties leiden. Je kan gaan vluchten in de nostalgie, je kan vluchten in alternatieve therapieën of je kan actief een betere samenleving willen creëren.
Maar er is ook een deel van de samenleving die de angst werkelijk recht in de ogen wil kijken en een fascinatie gaat ontwikkelen voor alles wat donker en somber is. In de architectuur zal dit resulteren in een fascinatie voor alles wat somber is, in interieurs en exterieurs met een zeer donkere en ingetogen stemming. We gaan dus uiteraard heel veel donkere, ballonachtige kleuren zien en vooral een focus op een soort van mosachtig groen. Het eindresultaat ziet er een beetje gotiek uit, architectonisch en wat afstandelijk, maar toch ook wel met een zeer gezellig element. Hierbij de keywords van die alcove. Als we dan kijken naar de early adopters of de avant-garde, dan kijk ik eerst en vooral naar Gaspar Graulich. En hij liet zich inspireren voor deze meubelstukken door rotsen. Je ziet een lamp die lijkt te steunen op rotsblokken en een bank die het gevoel moet geven van op een steen te zitten. Ze zijn gemaakt van messing en keramische zandsteen. Een combinatie van verfijnd en grof, licht en donker, maar die perfect past binnen het trendthema van die alcove. Stable is een restaurant in de oude stallen van Hof ter Linde in Edegem en werd ontworpen door architect Dieter van der Velpen. En hij combineerde historische elementen met een donker palet en zeer sfeervolle materialen. De Apocalypse was de inspiratiebron voor de laatste show van Balenciaga. De catwalk en de eerste rijen zagen eruit alsof ze onder water stonden en de modellen liepen door het water. Op het plafond werden apocalyptische beelden geprojecteerd, een korte clip. Welke materialen, texturen en patronen worden belangrijk in 2021 bij de alcove? En dan kijk ik vooral eerst en vooral naar grotmeubilair. Grotmeubilair, monolithisch en sculpturaal en vaak uitgevoerd in één materiaal. Hout of steen, dat zal worden uitgesneden in vormen die lijken op totems. Plaatmaterialen worden uitgesneden en gebogen in vormen die ons werkelijk doen denken aan art deco meubels. Steen en andere materialen gaan absoluut zeer grove randen krijgen. En ook zeer mooi is het dramatische groene marmer. Marmer met zeer grote, dramatische aders, heel vaak in groene tinten, die de rustige varianten van marmer in 2021 gaan vervangen. Het kleurenpalet van de alcove leunt vooral op bruin- en grijstinten in combinatie met heel veel donkere tinten. We maken een combinatie van donkere en warme kleuren. De donkere kleuren zijn meestal off-blacks, dus niet het gewone klassieke zwart, maar een off-black, een zwart met een andere ondertoon. Een off-gray die samen een architecturale sfeer creëren vol schaduw. De warme neutrale binnen dit palet doen ons denken aan zand of aarde. En zij worden aangevuld door groenen, geïnspireerd door het mos in de grotten. We leggen hier de link naar Nelissen. En een eerste gevelsteen, de Dion-gevelsteen, past perfect binnen de trend van de alcove. De ondergrond van deze hammered steen is roodbruin, met schakeringen tot beige, afgewisseld met bruin en witte nuanceringen. Het is een kleurenpalet als een wit canvas. Alle mogelijke stijlen en interieurs kunnen hier naadloos op worden afgestemd. Ondanks de vele schakeringen in de Dionensteen straalt hij toch een zekere rust en tijdloosheid uit. Tweede gevelsteen, de Fallow.
En hier kijken we naar een kleurencombinatie, een soort van onvervals stijlstatement, met zeer diepe, gesatureerde tonen van roest tot donkerrood. De ondergrond van de falo-gevelsteen is trouwens ook rood. De kleurschakeringen variëren van oranje-rood tot donkerrood. En dit is absoluut een gevelsteen voor liefhebbers van design en architectuur. En als laatste de Drago en de Torba. De avant-garde onder ons, de groep van mensen die als eerste een trend oppikken, gaan een zeer grote fascinatie hebben voor deze gevelstenen. Kleurencombinaties, zoals jullie kunnen zien, dat door interieurliefhebbers en kunstkenners meteen herkend zal worden als een dramatische, emotionele mix van donkere tinten. En datzelfde gevoel voor drama vinden we ook terug in de Drago-gevelsteen. De verschillende gebruikte zandsoorten zorgen voor kleuren die variëren van lichtbruin tot paarsbruin met kleurafzettingen in het blauw. Dit was het eerste trendthema. We gaan over naar het tweede en dit trendthema hebben wij genoemd de lunatic. Zoals bij het eerste thema eerst een aantal beelden op muziek om zo de moed van het thema aan te tonen. Nu veel mensen op verschillende manieren teruggaan naar de basis, is het geen verrassing dat een groeiende groep een enorme fascinatie voor de maan verkrijgt. De maan heeft een invloed op het natuurlijke ritme op aarde, een invloed die zal worden herontdekt door mensen die werkelijk de behoefte hebben om dichter bij de natuur te komen. In de biodynamische landbouw bepalen de ritmes van de maan de tijden van irrigatie en oogst. Hoewel biodynamische landbouw niet nieuw is, worden dezelfde principes ontdekt door een grote groep influencers die producten als maanmelk, maanolie of maanwater op de markt brengen. Het zijn producten die worden gebotteld tijdens volle maan. Op dit moment is het een hype. Op langere termijn zal het absoluut een trend worden. Wij hebben het woord lunatic geïnterpreteerd als iemand die de maan bewondert. Hier bij de keynotes van ons tweede trendthema, de lunatic. Als we dan kijken naar de avant-garde, dan kijk ik naar een boek uitgegeven bij Lano. Het boek noemt Lunatic. En hier onderzoekt journaliste Katrien Swartenbroeks de groeiende populariteit van de maan. Zij beschrijft hoe steeds meer mensen geloven in de helende krachten van de maan, hoe ze de maanstand kunnen gebruiken om zeer belangrijke beslissingen te nemen als het bijvoorbeeld gaat om hun carrière of beursbeleggingen. Het boek geeft ook voldoende voorbeelden uit de mode, zoals de kosmische prins bij Valentino en Vetements. En het gaat ook dieper in op de inspiratie die kunstenaars en schrijvers halen uit de maan. Architectenbureau Bjarke Ingels Groep werkt op dit moment samen met de NASA en het 3D-printingbedrijf Icon aan een project met de naam Olympus. Het doel is om 3D-geprinte bouwwerken te ontwikkelen voor het leven op de maan, met behulp van materialen die zich op dat oppervlak bevinden.
Het is duidelijk dat de maantrend draait om een intuïtief, emotioneel aanvoelen van design. En dat is exact hoe Eric Chen, de directeur van Design Miami, de evolutie van esthetiek ziet de komende jaren. En ik citeer: "Aesthetics are less and less about rules or principles or styles, and more about the identities they express or the emotions they elicit." Nog tot de volgende maanmissie in 2024 zal de maangekte alleen maar toenemen. Chanel speelt daarop in met een campagne voor haar juwelencollectie. Wij tonen u alvast het begin. Waar dat eindigt op de maan, kan u ontdekken op de Chanel website. There's a moon out tonight. Whoa, 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 moon. Let's go strolling. There's a moon in my heart. What floor? The moon, please. Nice flowers. Let's go strolling. Thanks. Materialen, texturen en patronen. Uiteraard is maansteen hier een zeer grote vorm van inspiratie. We gaan imitaties zien in talloze andere materialen, van steen tot polyurethaan. We zien ook in deze trend heel wat stoffige texturen en gradients van zeer stoffige kleuren. En we gaan nog een stapje verder dan die stoffige texturen. We gaan ook kijken naar echte korrelige oppervlaktes, wat wij noemen granular coatings. Kleurenpalet van de Lunatic. Het is een donker palet. Het is een soort van schaduwinterpretatie van het maanpalet. We hebben als uitgangspunt genomen verschillende tinten van grijs. Tinten van grijs van heel licht tot heel donker, zeer veel met een groene ondertoon. We voegen hier een soort van brushed metallic aan toe. En er is ook een belangrijke beige tint, opnieuw met een geel-groene ondertoon, werkelijk afgeleid van de kleur van maanpakken. Een eerste link naar de gevelstenen van Nelissa en dan kijken we naar de steen Crema. We kijken hier naar een duidelijke verwijzing naar het rustgevende effect van de maan en het heelal. En diezelfde rust straalt ook uit van de Crema gevelsteen. Vervolgens de Tesoro. En dan kijken we naar een kleurenpalet, ideaal voor moderne woningen, die kiezen voor een warm, hedendaags karakter in de plaats van een clean steriliteit. De ondergrond van de Tesoro-steen is geelachtig en donkergrijs, met een zeer genuanceerde en mooie kleurschakering. En als laatste de Luce. Hier kijken we naar geel, grijs en zowat alle tinten die daartussen liggen. En dit palet is als het ware het avant-garde palet van de Lunatic. Een palet dat zich zowel laat combineren met heel moderne als landelijke omgevingen. En ook in de ondergrond van de Luce-steen gaan we die gele, mooie, nieuwe tint gaan terugvinden. Dan ons laatste thema, de resident.
Dochters zaten thuis tijdens de pandemie en zij experimenteerden met materialen die ze in hun buurt konden vinden. En dit heeft geleid tot een ongelooflijke boost van creativiteit. We hebben tijdens de coronaperiode met heel veel plezier onze lokale winkels en merken ondersteund. Het was een trend die al aan de gang was en die gaat nu worden versterkt en die gaat absoluut mainstream worden. We gaan een nieuwe waardering krijgen voor lokale tradities en lokale vormgeving. Dus weg met de eenheidsworst. We willen weer typische aparte producten. En in design gaan we de nadruk leggen op lokale materialen en processen. Wij hebben deze trend geïnterpreteerd als een Zuid-Franse Riviera-stijl, maar uiteraard zal die er in elk werelddeel anders uitzien, afhankelijk van de lokale tradities. Keywords van The Resident. Inspiration avant-garde. En dan zien we Andrew Scott. Andrew Scott is een student aan het Royal College of Art in Londen. En hij maakte een stoel van materialen die hij kon vinden in de postcode waar hij woont. Hij verwerkte ook de materialen in diezelfde postcode. De stoel kreeg de toepasselijke naam Southeast 17, uiteraard genoemd naar de postcode waar Andrew woont in Londen. Kilometro Zero is een project van de in de Barcelona gevestigde ontwerpster Senna Volker. En zij vroeg aan 7 Spaanse designstudio's om een collectie van meubels te ontwerpen die binnen 1 kilometer van de woning van de ontwerper worden gemaakt met materialen die ook te vinden zijn binnen diezelfde kilometer. Een heel mooi project, Barefoot Luxury. Op blote voeten genieten van het leven is de filosofie achter het project Barefoot Luxury in Kaapverdië. Deze villa's zijn een Belgisch vastgoedproject van Polo-architecten. En de villa's zijn gebouwd met stenen afkomstig uit de nabijgelegen bergen, waardoor deze villa's naadloos overgaan in hun omgeving. Ook de meubels zijn gemaakt door lokale ambachtslieden en alle interieurdecoratie is lokaal gezocht. Tres Dessert is een nieuw Frans interieurlabel dat jonge designtalenten samenbrengt rond een esthetiek die zij noemen een moderne interpretatie van de Franse Riviera. Het label is gevestigd in Hyères in Frankrijk, waar ook de jaarlijkse designparade plaatsvindt. Hôtel Le Sud in Juan-les-Pins bij Cannes is een absolute tegenpool van over-de-top hotelconcepten en een uniforme globale styling. In de plaats daarvan wordt de Franse Riviera-stijl getoond in kamers die allemaal verschillend zijn, vol met voorwerpen die door lokale ambachtslieden zijn gemaakt, een echte mediterrane cocon. En dit is een quote van Francis Quéré. En Francis Quéré is de architect die in 2017 het Serpentine Pavilion in Londen ontwierp. En ik citeer: I think that the local will have more presence in design, in objects and in furniture. Een zeer vrolijk, een zeer mooi palet binnen The Resident. We kijken naar het retro oranje, opvallende kleur binnen dit palet. De mosterdkleur, de bruine beige tinten, die als het ware zijn geïnspireerd op de brocante en de tweedehandswinkels. De zachte rodes, de nudes en het lichte geel zijn dan weer geïnspireerd door de Franse Riviera. In zekere zin roept dit palet een nostalgisch gevoel op. We hebben gezien dat er vooral zeer veel warme tinten in aanwezig zijn. En heel typisch is ook het Celadon groen, dat ook een warme gloed, een warme ondertoon heeft meegekregen. De link naar Nelissen. We kijken eerst en vooral naar de gevelstenen Kratos en Viale. En hier zien we een subtiele combinatie van steenrood en zandbeige. Een bijzondere commerciële combinatie die door een zeer groot publiek als mooi zal worden gepercipieerd. Het is een kleurencombinatie die aanvoelt als thuiskomen. En thuiskomen is een heel geliefde emotie van The Resident. De ondergrond van de Kratossteen is steenrood. Tweede voorbeeld is de Alma.
En hier kijken we naar het Riviera-gevoel dat absoluut zal doorbreken in het interieur de volgende jaren. Het wordt heel subtiel samengevat in dit kleurenpalet. Een combinatie van zachte zandtinten en een zachte roze. Kleuren die ook in de Alma-gevelsteen het Zuiderse typische karakter gaan weergeven. En als laatste hebben we Stella. En hier kijken we naar het Riviera geel, het nostalgisch oker en de zanderige grijstinten in een zeer uitgesproken palet dat vraagt om een eigenzinnige architectuur en dito interieur. De ondergrond van de Stella gevelsteen is geel en door middel van een gekleurde sintering wordt een kleurschakering op de gevelstenen bekomen. We zijn aan het einde gekomen van deze trendpresentatie. Ik hoop dat ik een duidelijke link heb kunnen maken naar de Nelische gevelstenen. En ik hoop dat ik jullie heb kunnen inspireren wat betreft kleuren, materialen en texturen voor 2021. Dank u voor uw aandacht. Goedemiddag allemaal, ik ben Elisabeth Iglesias, architecte, medeoprichter en zakvoerder van ILB Architecten. We zijn een bureau met een 16-tal medewerkers, bevestigd in Herdestad. Ik ben Nelly dankbaar dat ik hier kan zijn bij deze webinar om een beetje het de co-creatieproces toe te lichten of te vertellen achter dus het ontstaan van de steen, een van die stenen van de nieuwe collectie, met name de Valo. Alles is begonnen in 2013. Dus in 2013 hebben we meegedaan aan een Europese wedstrijd voor het bouwen van de poort tot de Welsens Campus in Genk. De Welsens Campus is een grote campus, zoals de naam het zegt, waar het allemaal instellingen samengebracht worden die te maken hebben met gezondheid en welzijn. Maar inderdaad, wat het ons wel heel interessant vond in dat dossier, was eigenlijk de geprivilegeerde plaats de sociale uitwisseling kreeg in dit context. Dus die vormde dus de poort tot de nieuwe ontwikkeling. We hebben dus deze wedstrijd samen met ELD-architecten en landschaparchitecten Nidu Chardin gedaan. En ja, we hebben de wedstrijd gewonnen. En het programma was wel een heel uitgebreide programma, dus onder 14 of 115 tal appartementen. Dus allemaal sociale huisvesting, zowel koopappartementen als huurappartementen. En binnen de huurappartementen allemaal assistentiewoningen, waarvan een 15-tal ongeveer volledig aangepast aan volwassenen met een fysieke handicap. Naast de woningen hadden wij ook een multifunctioneel kantoorgebouw en dat alles open. Dus gebouwd op een ondergrondse parking met een capaciteit, dus een rotatieparking ondergronds met een capaciteit voor ongeveer circa 600 wagens. 600 wagens. Inderdaad, maakt ook deel uit van dit werk eigenlijk. Het publiek domein en al die infrastructuur horen dus om al deze gebouwen te ontsluiten en de rest van de kamp ook. Opvallend is dat een gezamenlijk project was met verschillende partners. Dus wij hadden dus als bouwheren, niet één bouwheer, maar een conglomeraat van verschillende bouwheren. Dus de stad Genk, Landwaarts en Nieuwdaak waren dus eigenlijk de bouwheren dus voor dat volledige project. Onze eerste reflectie was hoe om te gaan met het publiek domein. Zeker omdat wij, de site is een hele grote site waar het campusmodel is toegepast. Dus het was vroeger de voormalige site van het Sint-Jans ziekenhuis, die werd afgebroken. En alles is begonnen dus van achter met het plaats van Tourmaline, dat is een woonzorgcentrum. En hebben wij een voetgangershuis en allemaal dus een campusstructuur. We kregen de opdracht om de voorzijde af te werken, dus de poort tot de Welsens Campus. En bij ons was dus de redenering, hoe gaan we dus matchen dat idee van het campus, het campusmodel en het traditionele stadsgezicht eigenlijk, met een traditionele weefsel. We hebben dat gedaan door een grote park en een grote plein te plaatsen aan het begin van de voetgangersas. Dus aan deze plein komen de verschillende gebouwen. Die hebben dus 4, 5 verdiepingen
hoogte. Die waren voorzien oorspronkelijk als lange stroken. We hebben dus eigenlijk in stukken versneden, zodanig dat voor de woningen een veel interessantere structuur ontstaat die meer lichten en zichten toelaat. Binnen dus die grote context van gebouwen was de vraag dus vanuit de opdrachtgever om te werken met 3 architectenbureaus, omdat het idee, het achterliggende idee, was eigenlijk dat elk architectenbureau zou een blok voor zich nemen, zodanig dat er voldoende diversiteit aanwezig zou zijn. We vonden de diversiteit die er al aanwezig was in de campus al genoeg, zeker. Er zijn 2 gebouwen van de jaren 60 die gewaard blijven, in zichtbeton, die zeer krachtig zijn. Dus we vonden dat die toevoeging van nieuwe elementen in de campus een contrast aanging met deze bestaande gebouwen en dat die een soort homogeniteit moesten uitstralen. Dus we hebben dus in de wedstrijd voorgesteld om te werken met maar 1 soort steen en met 1 voorkomen voor al die gebouwen dus die aan de straatzijde zouden zijn. Enkel en alleen voor het kantoorgebouw hadden we geopteerd voor een verschillende tint in baksteen te nemen. Ja, het is wel vanzelfsprekend dat in deze omvang van gebouwen de keuze van de baksteen doorslaggevend was en zeer, zeer belangrijk. We zijn gestart in onze denkproces met het idee van een recupsteen. Een recupsteen, een recuperatiesteen. Waarom? Omdat een recuperatiesteen bracht eigenlijk in de nieuwe concept al een stuk geschiedenis. Hè? Dat is een materiaal die herbruikt is. Maar ja, we hebben die piste wel vrij snel moeten laten. Want inderdaad, ja, 113 appartementen, 4000 vierkante meters kantoor. Dan spraken we over een oppervlakte, geveloppervlakte van 640 vierkante meters of zoiets. En in stenen uitgedrukt een klein 500.000 stenen. Dus ja, dat was eigenlijk onbegonnen werk om het allemaal te doen met een recuperatiesysteem. Ons hart ging dan naartoe naar een ring op een baksteen. Een ring op een baksteen is een steen traditioneel gebakken zoals vroeger. Dus we hebben eigenlijk de ringoven. En wat je daar hebt eigenlijk, is dat die stenen binnenkomen, dus in de oven, in stapels. En het vuur verplaatst zich. Dus er vuur loopt en de stenen blijven staan. Je steekt ze binnen aan deze kant, dan worden het droge zij, dus met droge lucht van die oven. Het vuur dus, ja, wordt dus eigenlijk verplaatst en dan de stenen worden gebakken, dan koelen ze af en dan worden ze afgehaald. In moderne bakprocessen is dat niet meer. In moderne bakprocessen willen we allemaal een product die betrouwbaar is, die altijd dezelfde uitzicht heeft, die geen verschillen heeft. Als wij iets vragen, moet exact dat zijn. Dus eigenlijk hebben wij ontwikkeld maatschappelijk, hè, omdat wij dus die idee van geen controle te hebben niet past, is niet match met onze vragen als maatschappij, is te ontwikkelen eigenlijk het baken van stenen in gasovens, waar de stenen zich verplaatsen en het vuur blijft staan en wat het proces volledig gecontroleerd is. Dus we hielden dus van die ring op de baksteen omwille van zijn ambachtelijke eigenschappen. Als je ziet eigenlijk in een ringoven, de temperatuur is veel hoger boven, ter hoogte onder de ceiling, en beneden is minder. Dat maakt dat als je naar zo'n stapel kijkt uit de oven, de onderste stenen zijn oranje, de middelste zijn rood, dieprood, de bovenste zijn paars, en zelfs zijn er sommige die al bijna grijs zijn geworden, die vervormd door de hoge temperaturen. Als je dus die selecteert of uithaalt, krijg je dus een zeer interessante... als dus gemengd worden, krijg je een zeer interessante baksteen met veel nuances tussen... Dus met een basis, een tint, basis tint rood-oranje, maar met veel nuances gaande vanuit het oranje tot het paarsblauw. En dat wouden we dus in onze gebouwen terug hebben. En ander aspect dat we ook heel interessant vonden, is eigenlijk het sinteren. Oppervlaktes die gesinterd zijn. Bij het sinteren wordt eigenlijk kool toegevoegd tijdens het bakproces, waardoor de stenen dus die aan het bakken zijn, aan elkaar gaan kleven. Dat wil zeggen dat wanneer die stenen uit elkaar gehaald worden, had je zien dat in een steen een stukje klei blijft hangen van die en andere, en in een andere steen een holte is. Die geeft eigenlijk aan de oppervlakte een extra dimensie, een extra textuur. Al deze elementen vonden we heel interessant. Dus we hadden dus uiteindelijk in ons lastenboek dat opgenomen als basissysteem.
Die werken werden aanbesteed. Aannemer Artis Rogiert werd dus, kwam uit aanbesteding als uitvoerder. En wanneer wij dus ja, naar de bakstenen moesten kiezen, is Nelissen dus als leverancier van de stenen naar voren gekomen. Ja, toen hadden we wel een probleem, omdat we waren zo enthousiast over een ring op een baksteen, maar Nelissen had geen ring op een baksteen in hun aanbod. En dus dat wat een probleem bleek nadien helemaal geen probleem, want Nelissen kwam direct eigenlijk met een voorstel om samen een steen te ontwikkelen die zou beantwoorden aan onze verwachtingen. En zo is eigenlijk de startschot gegeven voor de ontwikkeling van de Falo. We zijn dus vrij snel naar de fabriek gekomen, waar dus met een groep experten, van een paar mensen dus die eigenlijk hier heel het maken van stenen onder de knie heeft, samengekomen. We zijn gestart met een selectie van bestaande stenen, waar de basis dient van die aarde, van die kleuren, dus van die klei, een beetje overeenstemde met onze basiskleur, dus oranje-rood. En dan door het toevoegen van verschillende toeslagstoffen, zijn de oxiden of gemalen marmer of andere elementen, die eigenlijk gespreid werden of over de stenen werden eigenlijk aangebracht, is het eigenlijk een eerste bakkenproef of een proef of dus van stenen gebakken. En dat vanaf de eerste keer, en dan het sintering is ook toegepast, en vanaf de eerste keer hadden wij een zeer interessante resultaat die vrij direct aansloot bij onze verwachtingen. Dus zijn dus twee keer dat is dat gebeurd en dan zijn er panelen gemaakt. En dus dat is voorgesteld aan het bestuur en iedereen was zeer tevreden met het resultaat. Dus dan zijn wij dus overgegaan naar het effectief bakken van al die hoeveelheid stenen die er nodig waren voor het project. Ik vond deze experientie wel heel interessant. Ik ben van Argentinië afkomstig en in mijn jeugd, toen ik jong was, heb ik zeker bijna 15 jaar in het atelier van keramiek gewerkt. In een atelier, dus eigenlijk als hobby keramiek gedaan. Dus ik was het altijd al heel enthousiaste en mijn hart ging daar naartoe eigenlijk en naar al die systemen en het bakken en de klei, de engobes, de oxiden werken met alles. Dus op het einde maakte ik ook meer sculpturen met bastarde klei, dus voor de dakpannen met allemaal imperfecties erin. Dus ja, ik vond dat wel terugkomen naar de roots eigenlijk, te kunnen hier samen met de mensen van Nelissen iets ontwikkelen, hè? Dus een baksteen ontwikkelen. Dat vond ik wel een heel aangename ervaring. Dus voor de welzijnscampus zijn er eigenlijk twee sorteringen. We hebben die rode baksteen. Dat is die eerste dus, dat wij hebben samen dus, ontwikkeld. Maar nadien voor het kantoorgebouw hadden wij dus dezelfde soort baksteen, maar met een andere tint. Dus we zijn vertrokken. Hetzelfde proces is toegepast, maar vertrekken vanuit een basiskleur die donker is met een andere klei. Dus de stenen werden gebakken en er werden dus de proefstallen gedaan. Die zijn aan het bestuur en aan de bouwheer voorgesteld en iedereen was zeer enthousiast over het resultaat. Dus een ander element die ook belangrijk was, is dat eigenlijk hoe dat de stenen worden verwerkt in de muur. Dus we hadden die heel graag met een doembedmortel. En waarom? Als je naar de oppervlakte kijkt van een muur, de voegen, naar gelang de dikte van de voegen, maakt het tot 20% van die oppervlakte. Dat is een steen van 5 centimeter, een voeg van 1 centimeter, is 20% van de oppervlakte. Maar in dit geval zaten we met een enorme complex, een groot dossier, die hoort dus bij die aanbesteed werd door de huisvestingsmaatschappij. Dus dan moesten wij heel erg opletten wat betreft de kostprijs van het geheel. Dus wij hebben dus niet gedurfd in onze lastenboeken het gebruiken dus van een doembedmortel op te nemen. Dus dat is ook iets waar ik heel dankbaar ben, omdat wij dus aan de mensen van Nelissen dat vertelden, dat laten weten. En ze zijn dus gekomen met een oplossing.
Dus daar door na te denken, maar dat vind ik juist interessant van co-creatie, dat we allemaal samen een probleem even in iedereen vanuit zijn perspectief en invalshoek proberen ze eigenlijk een oplossing te vinden, omdat wij allemaal dezelfde doel hebben, iets te maken waar we achter staan. Dus Jurgen van Elissen heeft dan toen voorgesteld, waarom zouden wij niet werken met die steen dat wij produceren die maar 7 centimeter dik is. Dus op die manier kunnen wij waarschijnlijk met dezelfde kostprijs geraken. Dus in plaats van dikkere stenen, dunnere stenen, maar daar meer stenen per vierkante meter. En dan kunnen we misschien dus opvangen het prijsverschil met het, tussen doenwit mortel en gewone mortel. En wel, zo is het geschied. En dus uiteindelijk hebben wij kunnen toepassen een doenwit mortel voor alle gebouwen, dus vooral die onder die alle 650 vierkante meter gevelsteen. En dat vond ik wel een echte meerwaarde in de samenwerking. Naast dus die gewone stenen hebben wij dus een aantal complexe aansluitingen, waar we willen van de EPW en alles, wij niet met bakstenen, maar met plaketten hebben gewerkt. Onder andere de grote overkraging boven de uitgang van de parking, dus op het einde van het plein, hebben we dus het plein. En als focus op het einde van het plein staat het kantoorgebouw, maar we wouden die omkaderen. Dus de EPW het gebouw dus van nieuw dak eigenlijk, die vooraan staat, voorzien van een grote overkraging, die is 20 meter lang, zou ik zeggen, en 5 meter diep. Dus deze overkraging werd volledig afgekleed aan de onderzijde met strips die ook dus geleverd zijn door Nelissen vanuit dezelfde steen. Ook een ander element die voor ons zeer interessant of zeer belangrijk is, is duurzaamheid. Duurzaamheid wordt altijd gezien in dat beperkte idee van energieverbruik. Hoeveel energie hebben we gebruikt voor onze steen en ecologische aspecten van de stenen. Duurzaamheid is veel breder dan dat. Dus wij zeggen soms tijdbestendig en tijdvastheid en tijdbestendigheid. Dat wil zeggen dat wij ook te maken hebben met wat wij noemen een soort culturele duurzaamheid. Dat een trend mag een trend zijn, maar we zijn allemaal kinderen van onze tijd. Dus wat wij maken binnen zoveel jaar, dat gaat zeker gedateerd zijn, maar wij proberen dat de schaal van wanneer is die breed genoeg is. Dus dat jij niet zegt, dat was van dit jaar of van dit jaar. En dat vind ik wel met dit systeem, aangezien het een beetje ons brengt naar de oeroude concept van steen die gebakken is op het vuur, zoals vroeger, en vandaar al die coloratuur van die verschillende temperaturen, denk ik dat met dit systeem dat wij een beetje iets die duurzaam in de tijd is kunnen noemen, hè, omwille van zijn karakter die een beetje tijdlos is. Dus dat vinden wij dus ook een belangrijke parameter. Dus naast het aanbieden naast de co-creatie zou ik zeggen, waarmee samen een steen ontwikkeld hebben die helemaal was wat we voor ogen hebben, zou ik zeggen, hebben we ook de technische ondersteuning gekregen om een idee haalbaar te maken, om eigenlijk een financieel verhaal ook te laten sluiten. En dat vind ik wel ook een element die kan doorgeven nadien in de keuze van een bepaalde leverancier of niet. Dus naast het, wat hebben zij als thema, niet iedereen heeft hetzelfde, dus de esthetische aspecten, de ecologische aspecten, maar ook de betrouwbaarheid van de partner en de bereidheid van een partner om daaraan te werken.